Hallo, welkom iedereen in een nieuwe video waarin dat we een zodiac reading gaan doen. Dus eigenlijk op basis aan de hand van de zodiac. Maar specifiek gekoppeld eigenlijk voor tweelingvlammen. Dus dat betekent dat als bijvoorbeeld voor deze video je bent een vis of jouw tweelingvlam is een vis of... Dus als zonteken, of ook wanneer dat jouw noordnode of de noordnode van je tweelingvlam in deze, dit teken staat, dan kan het zijn dat zich daar boodschappen in die video voor jou zijn. Wat gaan we bekijken? We gaan kijken naar de mannelijke en de vrouwelijke schaduwstukken waar we nu tegenaan lopen. We gaan kijken waar dat de energie van de connectie zit. We gaan kijken waar dat de mannelijke energie bewust mee bezig is, waar dat de vrouwelijke energie bewust mee bezig is. En dan gaan we nog een aantal boodschappen doen van mannelijke energie naar vrouwelijke energie en omgekeerd. Dus we gaan beginnen met de schaduwen voor de mannelijke energie. Oké, deze. En de schaduw voor de vrouwelijke energie in de connectie van vissen. Dus je moet zelf voor jezelf toepassen en bekijken waar dat jij, wie dat jij bent, wie dat je partner is. Het kan ook zijn dat het omgekeerd is. Ja, dat moet je zelf natuurlijk toepassen, naar lang dat je het voelt voor jezelf. Wat krijgen we voor de mannelijke energie in deze connectie? Krijgen we eigenlijk de sterrenkaart, maar omgekeerd. Waarom? Omdat de mannelijke energie in deze connectie... alles behalve succesvol voelt. Ik heb het gevoel van zowat vastzitten, niet goed uitweten wat de volgende stap is. Wat ontgoocheld met waar dat ze, zijn leven nu staat. En dat maakt dat hij tegen heel wat stukken aanloopt. Vooral ook op het emotionele vlak. Maar ook beperkingen in zijn mentale lichaam. Dus eigenlijk in zijn gedachten. Waar het de vrouwelijke energie eigenlijk er wat beter voor staat. Het is wel een kaart van karma, maar ik krijg een heel goed gevoel bij deze kaart. Omdat het eigenlijk een soort van beloning is van het vele werk dat ze gedaan heeft. Vandaar ook de domino effect. Dus al het werk dat ze gedaan heeft, gaat ze nu de komende 3 maanden, want dat heb ik waarschijnlijk niet gezegd, dus die video is vanaf nu tot, laten we zeggen, eind maart, dus per trimester. En dus ga je merken, in die komende 3 maanden, gaat de vrouwelijke energie in deze connectie merken dat al de dingen dat ze tot nu toe gedaan hebben, dat het eigenlijk niet voor niets geweest is. Dus dat het echt allemaal haar vooruit gaat helpen. Wat zien we dat we nog meer moeten overweten? Misschien dat ik best de wat verder uit elkaar leg. Voilà, dat wat duidelijker is. Kregen over dat mannelijke energie. Dus 7 zwaarden heel hard in de het hoofd, in gedachten, de 9 van munten, die eigenlijk staat voor onafhankelijkheid en zelfstandigheid, maar ondersteboven. En ook de knecht van de zwaarden. Wat kregen we nog voor de mannelijke energie? Oké. En de... oh. Dat is eigenlijk een unieke kaart in dit deck, omdat dit gaat over de reis, de spirituele ontwikkeling. Het gaat over het creëren en het kunnen omarmen van de oneindigheid. En ik ga die kaart ook daarom zo leggen. Zien we dat? Ja, oké, je kunt nog zien. Omdat dat eigenlijk de grootste uitdaging is, dat de mannelijke energie in deze connectie mee te maken heeft. Door het feit... dat die constant probeert allerlei dingen te gaan aanpakken en te gaan verklaren vanuit de mind. En het ene dat hij ziet, of eigenlijk in zijn realiteit toont, is dat hij nog niet voor zichzelf kan zorgen. Nog niet alle doelen heeft bereikt. Nog niet staat waar hij gedacht had dat hij tegen u ging staan. En dat komt omdat hij eigenlijk, en zie je ook het teken van Mercurius... we zijn ook nu Mercurius retrograde naast het eind december, dus begin januari... hij wordt eigenlijk daardoor ook geduwd om te gaan kijken van oké, op welke manier denk ik dat ja, mijn leven zou moeten gaan? Of
Wat zijn al de overtuigingen die ik meegekregen heb? Wat zijn al die conditioneringen die ervoor gezorgd hebben dat ik mij eigenlijk alleen maar zorgen maak en niet die diepe zelfstandigheid in mezelf kan waarmaken, gaan realiseren? En ook hier hoor ik ook dat gaat dingen zijn dat niet alleen de eerlijke die zich meer herkent in de vrouwelijke energie of meer in de mannelijke energie, maar dat is eigenlijk een dynamiek die zich speelt door de tussen beiden. Ook al zit de vrouwelijke energie in een wat meer positievere vibe, in een positievere energie. Ja, ook zij heeft een aantal dingen hier rond dit stuk ook nog te leren. Zij krijgt de page van bekers. En je ziet er ook die caduceusstaf. Ja, ik vind altijd een moeilijk woord om te zijn. Hier de Venus met de Queen of Wands. Wat is belangrijk voor deze connectie? De drie van bekers. Ja, daar is hij al. En de tien van... En wat zien we aan de onderkant? 8 van wanten. Maar dat betekent, zeker bij tweelingen, dat het gaat over hele snelle communicatie. Dus eens dat de communicatie wat op een er gestabiliseerd is of er is, gaan dingen heel snel gebeuren. Dat kan ook zijn dat er binnen 8 dagen bijvoorbeeld een communicatie of een bericht is over één van die dingen. De onderliggende dingen, wat is de reden? Wat is hetgeen dat we naartoe gaan? De 4 van wanten. Dus eenheid in de connectie. Dat is de eenheid mannelijke energie, eenheid bij vrouwelijke energie. En dat gaat dan die uitwisseling tussen de verschillende fotonen of verschillende, hoe noem je dat? Cellen, of wat je het ook wil noemen, tussen mannelijke en vrouwelijke energie. En dan kun je de eenheid en de connectie gaan creëren. Maar wat zien we hier bij de vrouwelijke energie? Dat eigenlijk een soort van... Ik zou het bijna een discussie noemen. Een soort van gevecht tussen emoties en passie. Waar dat ze eigenlijk veel te veel een stuk rekening gehouden heeft met de buitenwereld, met anderen, met reacties van anderen. En waar dat ze eigenlijk gevraagd wordt van oké, maar al die emoties die hier in mijn leven zitten, op welke manier kan ik dat eigenlijk zodanig gaan gebruiken, zodanig dat mij niet overweldigt, maar dat het eigenlijk een soort van voeding wordt. Hè? Want je ziet ook dat water, je ziet ook de maan, dat maakt het met onbewuste. Maar dat het eigenlijk een voeding wordt vanuit mijn geheelde vrouwelijke energie, vandaar ook weer Venus. Om die passie dat ik diep van binnen voel, die liefde dat ik voel voor mezelf, voor het leven, voor mijn tweelingvlam, om die eigenlijk op een zodanig goede manier te gaan neerzetten, dat het vervulling brengt. Dat het mij die 10 van munten brengt. Dat het mij vervulling brengt op elk vlak in mijn leven. En dat ik niet constant het gevoel heb dat ik alleen gebukt ga onder allerlei to-do's en verwachtingen van anderen. Want ja, dat is wanneer je je passie op een verkeerde manier gaat gaan gebruiken. Dus ze begint er wel wat een duidelijk zicht in te krijgen van wat dat de reden is waarom dat het nog niet altijd volledig stroomt. Maar die emoties spelen van tijd nog een belangrijke rol in die zin dat ze soms nog wat mistig zijn, wat mis kunnen creëren in de connectie, maar ook vooral in haar eigen leven. Oké, dan gaan we eens kijken wat de energie en de connectie is. We zien namelijk al Chariot, dus dat wil zeggen dat eigenlijk de energie op 5D tussen deze in dit tweelingvlam koppel, dat er eigenlijk wel heel goede balans is. Dat de liefde eigenlijk wel stroomt tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie. Maar zoals ik kan zien, dat eigenlijk de gedachten weer heel veel saboteren. Omdat ze te veel de realiteit nog willen gaan gebruiken als een soort van aftoets. Van of dat iets wel waar is. Of dat de dingen dat ze voelen en ervaren niet vanuit hun ego zijn. Zeker ook in de mannelijke energie. Vanuit de mannelijke energie zie je dat heel hard. Omdat je heel hard worstelt. Net met dat element lucht. Dus met die gedachten. En dus zowel in beide, dus je ziet dat het iets is, een thema is in de connectie,
Zijn beide nog eigenlijk te veel gefocust of kijken nog te veel naar de realiteit om te weten of dat iets valide is of dat iets oké is om er tijd en energie in te steken. En we krijgen ook nog de Three of Orbs. Dus je ziet ook hier weer komen die orbs. Dus die orbs, dat zijn de zwaarden, hè, dus de gedachten. En je ziet dat die eigenlijk een soort van, dat er een doorbraak gaat zijn de komende 3 maanden. Waarom? Omdat het water, de emoties en de aarde, het element lucht eigenlijk gaan balanceren. En je ziet daardoor, doordat die gedachten niet meer prominent aanwezig zijn en niet meer op de voorgrond constant gaan zijn, of laten we zeggen de kracht en de macht gaan hebben om het beslissingen te maken, dan is de passie eigenlijk in staat om veel meer te komen doorstralen. En dus zodanig dat het in staat is om het de passie te voeden met het element water. En wanneer hij water aan aarde toevoegt, dan is dat heel vruchtbaar. Dus dat is wat de doorbraak eigenlijk gaat geven de komende 3 maanden. Dus laten we zeggen, tussen nu en eind maart gaat mensen in deze connectie daar wel resultaten over zien. dan hadden we het bewust denken van de mannelijke energie en de vrouwelijke energie. Dan gaan we hier deze voor gebruiken. Het tarot. We zien hier ook weer met de Princess of Swords, maar omgekeerd. En de sterkaart, maar ook omgekeerd. Dus succes is sowieso, dat is sowieso in jullie, dat ligt op jullie pad. Dat is voorbestemd. Dat is hetgeen waar jullie naartoe gaat. Dus eigenlijk moet je daar geen zorgen over maken. Of dat je gaat slagen, of dat je gaat samenkomen, of dat reunion of wat dan ook gaat zijn. Daar moet je gewoon van uitgaan. Dat is een vaststaand feit. Dat is het. Het is niet het einddoel, maar dat is sowieso een van de mijlpalen op jullie pad. Oké, wat is hetgeen dat de mannelijke energie in deze connectie bewust denkt? Wat denkt de. Wacht, hè. Ik ga het zo doen. De mannelijke energie bewust in deze connectie. En ik kreeg de 8 van bekers. Waarin, maar omgekeerd, waarin hij echt merkt dat hij eigenlijk te veel nadenkt over over zijn leven. Hij is echt, wat dat ook logisch is nu met Mercurius zo gaat, een herevaluatie aan het maken van zijn leven, van de keuze dat hij gemaakt heeft. Er zullen er een aantal zijn die goed geweest zijn, maar het gaan er heel veel geweest zijn waar dat hij, laten we zeggen, spijt of schaamte rondvoelt. En dat, die emoties, die spijt, die schaamte, daar zorgt ervoor dat eigenlijk zijn eigen vlam gedoofd wordt. Waarin dat hij, wat dat maakte, dat hij eigenlijk zijn eigen vruchten, zijn eigen talenten niet kan erkennen. Want hier ook zie je de zon tegen, dus de 3 van wanten. De 3 is ook met het vuurelement. Dus de mannelijke energie kan op een bewust niveau, is zodanig ingenomen door zijn gedachten, die niet zo positief zijn wanneer dat gaat over zichzelf. Omdat hij die herevaluatie maakt, dus over wat was vervulling, wat bracht mij geen vervulling. En hij ziet niet zijn eigen vlam erin, hij ziet niet zijn eigen ding. Maar dat, als je het zou vragen aan de vrouwelijke energie, als het gaat over de mannelijke ding, dan zou ze zeggen van, oké, maar hij is dit en dat kan hij goed zijn, dat is zijn talent en dat is dat. Waarom? Omdat we eigenlijk altijd verbinden met de geascendeerde versie van onze tweelingvlam. Omdat dat de ideale en de perfecte spiegel is van onze ongeheelde versie. Wat we zelf zijn. En wij kunnen dus niet zien in onszelf wat onze tweelingvlam wel ziet. En dus, we krijgen de Princess of Discs. Dat is ook weer dat aarde-element. Waarin dat je ziet dat hij... hij zit een stukje vast in die vervormde mannelijke energie. Omdat hij nog niet geleerd heeft om volledig te vertrouwen op die verbinding met die vrouwelijke energie. En je ziet er ook het yin-yang teken, hier in dat heel klein stukje. En dus hij vertrouwt de verbinding nog niet volledig, waardoor dat hij nog te veel vertrouwt op zijn mannelijke energie. Maar de mannelijke energie is eigenlijk niet vanuit de gezonde versie, maar vanuit de vervormde versie. Dus de mannelijke energie en de connectie
moet en mag eigenlijk de komende 3 maanden echt nog verder geheeld worden. De vrouwelijke energie heeft haar eigen vrouwelijke energie geheeld. De mannelijke energie geeft dan nog, worstelt daar nog mee, om daar nog volledig op te vertrouwen. Waardoor dat hij natuurlijk nog altijd de neiging heeft om dingen aan te pakken vanuit die vervormde mannelijke energie. Je ziet hier ook die horens, wat mij ook doet denken aan het steenbok nu. Waar we nu in veranderd of verschoven zijn. We zijn in het steenbok tot eind januari. Dus in heel die periode is dat eigenlijk een stukje waar dat deze mannelijke energie daar nog verder gaat aan werken. Dus in het leren vertrouwen van zijn eigen vrouwelijke energie. Wat is hetgeen dat deze vrouwelijke energie bewust denkt? Wat denkt de vrouwelijke energie in deze connectie? Wat denkt... En als je deze soort readingen leuk vindt, laat het mij weten. Dan doe dat iedere keer voor een periode van 3 maanden. Waarom niet per maand of per week? Omdat energieën is zodanig fluïde, zodanig vloeibaar, dat ik eigenlijk dan bij wijze van spreken elke week dezelfde boodschap zou geven. Dus daarom werk ik liever met een periode van 3 maanden. En wat krijgen we voor de vrouwelijke energie en haar bewustdenken? Dat is de Ace of Swords. Dus ook weer de gedachten, de mind, maar die ligt ondersteboven. Dus ook daarin is er nog wat healing te doen. In de zin dat de vrouwelijke energie nog niet altijd op een positieve... Ja, wacht, ik kan het zien. 1, 2... Oké. Op een positieve manier denkt. Waardoor dat ze zichzelf eigenlijk nog saboteert. Maar wat zien we wel, ze is wel gefocust op de liefde. Want we kregen de 2 of Cups. Dus ze weet wel, in haar bewuste gedachten, dat hetgeen wat ze voelt in de 5D, die connectie dat ze voelt met de mannelijke energie, dat dat oprecht is, dat dat klopt, dat dat waarheid is. En dat zich dat in het fysieke kan, en of in de 3D, zal en kan manifesteren. Op voorwaarde dat ze natuurlijk ook haar eigen beker blijft vullen, en niet alleen altijd maar alles aan de andere geeft. We zien hier ook weer teken van Venus en ook teken van kreeft. Dus misschien dat kreeftseizoen, of misschien dat er ook iemand kreeft is in deze connectie hier. Kan ook zijn. Maar kreeft heeft ook te maken met liefde voor familie, liefde voor vriendschappen. Dus het gaat ook over relaties, maar wat ruimer dan enkel alleen maar deze connectie. En dan krijgen we ook nog de Knight of Swords. En de Two of Discs. Dus de 2 van munten met Jupiter. En hier zie je ook weer dat we hier ook het yin-yang teken gezien hebben, dus dat zien we hier ook weer. En ook het infinity teken dat we hier ook gezien hebben. Dus je ziet, de vrouwelijke energie weerspiegelt heel duidelijk ook wat er gaande is in de connectie. En dat voelt ze ook, dat kan ook niet anders. Daar is ze ook onderhevig aan. Maar ze moet opletten, en daarom ook de Knight of Swords, als ik me niet herinner. Wacht, hè. Was die het? Was deze de Knight? Nee, het was een page. Dus zij staat eigenlijk al een trapje hoger wanneer dat gaat over het meesteren van haar gedachten. Dus waar dat de mannelijke energie nog in de knechtfase zit, is zij al ridder geworden, als het ware. Zie je ook die vleugels? Dus ik voel ook een heel duidelijke, ook dat paard, een heel duidelijke verbinding, ook de vogels, met de natuur. En de slang hier ook verwijst naar de kundalini. Dus naar de eigen seksuele energie. Naar de verbinding, naar de oneindigheid. Dus de vrouwelijke energie in deze connectie staat al een stuk verder op het pad dan de mannelijke energie. Waar dat meestal, in de meeste connecties zo is. Niet altijd. Maar dat is hier in dit geval wel heel duidelijk. En dan ga ik de... kaarten nemen voor de boodschappen van de... Ja, er wil één kaart niet uitkomen. Voor de boodschappen van de mannelijke naar de vrouwelijke energie en omgekeerd. Wat is de boodschap? Dat is er wat te veel, hè. Oké, deze hoor ik. Dat is al 1. Je bent mijn ware liefde, mijn hart en mijn ziel. Dus dat is een boodschap van de
mannelijke energie naar de vrouwelijke. En ik heb hier een heleboel kaarten verkeerd er terug in gestopt. Voilà. Ik heb ook het idee dat de mannelijke energie eigenlijk heel veel wil zeggen, maar ja. Ook dat is een deel van het healen van de gedachten, hè. En te vertrouwen op de dingen die je voelt. Wat zegt de mannelijke energie aan deze vrouwelijke energie ook nog? Ik bid dat we terug samen zullen komen achter, nadat eigenlijk al de dingen die ondertussen gebeurd zijn tussen ons. En ik maak me zorgen dat je me niet zal vergeven en me niet meer opnieuw zal binnenlaten. Dus mij geen nieuwe kansen zal geven. En dat is ook hetgeen wat we ook daarnet gezegd hebben. Dus hij is zodanig gefixeerd op zijn gedachten, maar eigenlijk op de angstgedachten, op de zorgen. En dat put natuurlijk zijn eigen vlam uit, waardoor dat hij zichzelf, voor zichzelf het moeilijker maakt dan het eigenlijk is. Wat zijn nog boodschappen voor de mannelijke energie? Onze liefde is eeuwig. Het bestaat in elke dimensie en het kan niet verloren gaan. En dan hebben we nog mirrors, spiegels. Gescheiden of samen, we zijn een tandem die met elkaar samenwerkt. En dat is ook zo. Dus is daarom, zeker wanneer dat er geen communicatie of zo is, is dat belangrijk is dat je op focust op die VFD-connectie. Omdat daar is het level waar dat de vrouwelijke energie leidt. De mannelijke energie leidt in het fysieke. En de laatste boodschap voor de mannelijke energie naar de vrouwelijke energie is van... Wat we ervaren is een onderdeel van een grotere collectieve zuivering. Zorg dat je niet alleen voelt, want anderen zijn ook aan het healen en voelen dus ook hetzelfde. En dat is ook zo. Dat probeer ik ook duidelijk te maken en mee te geven aan de andere video's die ik maak en opneem. Als een onderdeel, als een ondersteuning voor iedereen. We hebben hier onmiddellijk al 3 kaarten. Van de vrouwelijke energie naar de mannelijke energie. Dus wil ook heel veel zeggen. Ze zegt van, ik wil je graag een bericht sturen vandaag. Maar ik was bang. Omdat ik niet goed weet of dat je van mij wil horen. En als je van mij wil horen, of dat ik wel de juiste dingen kan zeggen tegen jou. Tegelijkertijd zegt ze ook van, ja, je zit dus in oude patronen, maar je kan het niet zien. En dat klopt ook, maar dat ook daarnet gezegd. Maar dus de vrouwelijke energie voelt het. De vrouwelijke energie krijgt dat door. Ze ervaart het. Dat is hetgeen dat we daarnet ook besproken hebben. We zijn samen geïncarneerd om specifieke patronen te zuiveren, zowel voor onszelf als voor onze voorouderlijke bloedlijnen. En ook nog meer voor het collectief. En dan hebben we nog 2 boodschappen. Deze reis is er om ons te leren dat om onze meest belangrijke spirituele lessen te leren, namelijk of onder andere geduld. Ja. En overgave vind ik zelfs nog een veel belangrijker en een veel diepere les. En het stukje waar dat ze de vrouwelijke energie eigenlijk aangeeft, waar dat ze zelf nog mee wat worstelt, is het feit dat ze zich niet waardig voelt om deze liefde te ontvangen, om deze connectie te ontvangen. En dat heeft ook een belangrijke invloed op de niveaus van overvloed en hoe open ze daar naartoe is. Want je ziet ook die dollartekens hier. Een 4 heeft ook te maken met creatie, met de vrucht van de union. Dus ook voor de vrouwelijke energie zijn er heel wat stukken en lessen nog te leren en nog te gaan. Maar sowieso zijn beiden op de goede weg. Worden beiden ondersteund en geleid door een gastteam van lichtwezens. En het is belangrijk, zeker als je tweelingvlam bent, dat je leert werken met de universele vlammen. Omdat je zelf een deel bent. Je bent ontstaan en geïncarneerd op een van die universele vlammen. Dus als je nog niet hebt leren werken met de universele vlammen, dan kan je dat altijd via het programma die ik online zet. Dat is een 9-weken programma. Waarin ik jou leer over de universele vlammen. Ik krijg ook heel veel transmissies al mee. Om echt die boost te geven in jouw connectie en in jouw individuele groei. Wat krijgen we? De aartsengel Samuel met nieuwe beginningen. En dit is de kleur van de vlam dat je mee kan samenwerken. Aartsengel Zadkiel met dankbaarheid. En deze kleur. Je ziet ook weer hier die overvloed terugkomen. Hier ook weer die emoties en de passie. En dan nog eens, het is Zadkiel en Zapfkiel, met romantische.
En hier zie je ook weer die 1, die 2 van wanten dat we daarnet gezien hebben aan de onderkant van het dek, waar we naartoe aan het werken zijn. Die eenheid in onszelf en uiteindelijk die eenheid in de connectie. Voilà, ik hoop dat je heel wat inzichten hebt mogen ontvangen. Ik ga ondertussen nog een aantal andere video's maken, deze dan uploaden, zodat jullie die al kunnen zien. Tot in de volgende video, dag!